Ja, we beginnen vanavond met iets nieuws. Het boek van de maand. Iedere laatste donderdag van de maand kiezen 4 vaste boekhandelaren uit de grote stapel romans, non-fictie, poëzie, biografie, essaybundels, noem het maar op. Het boek van de maand. Het boek dat we niet mogen missen en moeten lezen. Ze kiezen uit binnen- en buitenlandse boeken, mits in vertaling beschikbaar. Eenvoudiger kunnen we het eigenlijk niet zeggen en ook niet maken. Aan tafel onze toekomstige gidsen in Boekenland, boekhandelaren Monique Burger van de Nieuwe Boekhandel in Amsterdam, Ronnie Terpstra van boekhandel Van de Velde in Leeuwarden, Wim Krinks van boekhandel Krinks in Sittard en Gerda Aukers van boekhandel Den Boer in Baren. Even heel kort voordat we echt beginnen aan de boeken. Jullie hebben 4 boeken uitgezocht. 1 daarvan is het boek van de maand. Allemaal in commissie bepaald. Dus jullie zullen het niet altijd eens geweest zijn, maar dit zijn jullie unisono eens. Even kort, dit boek verschijnt vandaag. 1 miljoen exemplaren gedrukt over de hele wereld. J.K. Rowling van de Harry Potter. Haar eerste niet-Potterboek, een volwassen roman. Hoeveel ingekocht? In het Engels 25. 25. 220.000 denkt men er te verkopen in Nederland. Dat zou moeten kunnen lukken. Zou het lukken, denk je, Marie? Nou, in Bosselommer? Ik weet het niet, hoor. Nee. Nou, oké. Ik ben benieuwd. De eerste kritieken zijn vulgaire taal, seks en drugs en rock and roll. Ja. Belooft veel. Iets anders dan Harry Potter, hoor. Monique, we beginnen bij jou. Dat is dus het boek van de maand straks als laatste. De andere boeken niet in een hiërarchie. Gewoon 4 goede boeken. Ja, we hebben er 4 uitgekozen en wij zijn allemaal weg van het boek Kinderen van het Ruige Land van Auke Hulst. Waarom? Het is een sinister sprookje. Het speelt zich in de jaren 80 af in Groningen, platteland. 4 kinderen, de vader is dood en de moeder is schitterd door afwezigheid. En ook als ze er wel is, is ze afwezig. Ze voeden elkaar op en zichzelf en ze eten heel veel patat. En toch komen die 4 kinderen, even kort gezegd, er allemaal redelijk goed uit. Het is ook een beetje Astrid Lindgren-achtig. Mm-hmm. In het begin een hele grote vrijheid voel je. Maar toch, het deugt natuurlijk niet. Niemand grijpt in. Fascinerend boek. Mooi. Is het leven van Auke Hulst of is het puur fantasie? Het is autobiografisch. Ja. Mooi. Auke Hulst, Nederlandse titel. Kinderen van het Ruige Land hoort bij de beste 4 boeken van... Vinden wij. Ja oké. Absoluut. Van september. Ik ga naar Ronnie. Ik ga naar Leeuwarden. Jij hebt een plaatje voor je. Waarom is dat? Omdat Telegraph Avenue van Michael Shaman, een van de pijlers van het boek, is een platenzaak. Ja. En nou ja, er is een nummer gemaakt bij dat boek. En sommige mensen, want niet iedereen krijgt een plaatje erbij. Sommigen krijgen een plaatje erbij. Gewoon promomateriaal van de uitgeverij. Lekkere muziek om dat boek bij te lezen, ja, blijkbaar. Het dampt uit de pagina's, weet je wel. Ja. 2 pijlers, de platenzaak met zijn excentrieke klantenkring en zijn excentrieke eigenaren. De andere pijler, dat zijn eigenlijk de echtgenoten van die eigenaren die een verloskundige praktijk hebben. Dat is al apart in Amerika, want iedereen bevalt in het ziekenhuis. Zo'n beetje voedelachtig sfeertje hangt er al om zo'n ding heen. Nou, Sieben neemt de tijd. Ik bedoel, hij zet je wel een beetje aan het werk, maar er zit een... Ja, Sieben, even voor de goede orde, won de Pulitzerprijs al een keer. Dit is de Jiddische politiebond, een beroemd boek van hem. En hier won hij volgens mij de Pulitzerprijs mee. Hij schrijft ook... Met de wonderlijke avonturen van Cavalier en Clay. Ja, hij schrijft ook filmscenario's en zo. Dus hij is ook heel beeldend. Altijd dikke boeken, hè? Ja, altijd flinke pillen inderdaad. Hij zet je aan het werk, zeg je. Hij zet je aan het werk. Maar dan krijg je ook wat, hè? Ja, zeker. En het is ook humoristisch. Dus ja. Er zit een ranzige methode in voor vrouwen om te ontdekken of je man wel of niet vreemd gaat. Nou, wat dan? Ja, dat ga ik niet zeggen. Kom op, hè? Wat is dit? Mijn kinderen kijken ook, dus moet je het. Het is nog geen 8 uur. Het is nog geen 8 uur. Oké, 2 boeken gehad. Michael Shaban en Auke Hulst. Shaban, hè, was het toch? Zeg je Shaban? Shaban, ja, ik zeg het al 13 jaar verkeerd. Oké, okay. Nou ja, maakt helemaal niet uit. Wim, namens Limburg. Ja. Sittard. Het derde boek wat we hebben uitgekozen is het boek van Charlotte de Maton, Nederland. Ja. Een boek zonder woorden, maar vol met verhalen uit heden, verleden, folklore, sprookjes. Alles zit er eigenlijk in over heel Nederland. En iedere provincie komt mooi aan bod. Maar de plaatjes kloppen natuurlijk niet, want alles staat op 1 plaatje. Ja, het perspectief, niks klopt. Niks klopt. Het zijn soort zoekplaatjes. Ik zag het zijn echt zoekplaatjes. Trouw had een mooi stuk erover, ja. Ja, nou, het is gewoon een boek om verliefd op te worden. En ik vind eigenlijk ook dat iedere nieuwe Nederlander door een oud Nederlander zo door Nederland geloodst zou moeten worden om Nederland te leren kennen. Ja. Laat eens wat plaatjes zien. Zij is een Française van origine. Zij is een Française van origine, maar heeft de kunstacademie in Nederland gedaan. En zij... Want we zien hier op de scherm Amsterdam. We zien Amsterdam, de Westen Toren. En dan zien we daar... Ik geloof, maar in ieder geval, perspectief klopt van geen kant. Het is een soort plaatje. Daar zit van alles op dat plaatje. Ik heb hier dan even in mijn eigen provincie gepakt. Daar zit natuurlijk ook alles op. Mijnindustrie, bokkenrijders, de mythe. En
grapjes zitten er ook in. Zoals Paul van Loon, dat is een Nederlandse of een Limburgse schrijver. Ja. En Dolfje Weerwolfje staat er dan ook bij. Heel klein, ja. Ja, heel klein. Carnaval, eigenlijk zit er alles bij. Want in de tekening van Rotterdam zag ik een heel klein beeld van Zatkin staan. Ja, er zitten heel veel kleine dingen in. En de mooiste plaat, ja. En daar vind ik eigenlijk Charlotte de Mantel thuis horen als een nieuwe oude Hollandse meester. Want hier denk je toch meer aan Breugel en dat soort platen allemaal. Dit hoort eigenlijk in het museum thuis. Voordat er een Tialf stadion was? Ja, ja, voor, ja. Ja. Als Breugel het had geweten, had hij het getekend, denk ik. Zo is het. Ja. Mooi. Zij is Française, hè? Zij is Française, ja. En maakt dus een boek over Nederland. Ja. We hebben dus een buitenlander nodig om zo'n boek te maken. Ja. Merkwaardig. Ja. Gerda, hè? Namens een van de mooiste boekhandels, en heb ik het puur over het interieur. Een prachtige Jugendstilzaak in Baren. Van buiten. Ja. Heb jij de eer, het genoegen, het plezier om aan te kondigen, te zeggen wat jullie met z'n vieren vonden het beste boek van de maand september? Dat is, vonden wij, De Zaak Collini. Van Ferdinand von Schirach. Dat is een Duitse strafadvocaat. Hij is de bekendste strafadvocaat in Duitsland. Hij heeft ook deze twee boeken al eerder geschreven. Misdaad, Schuld, dat zijn verhalen uit zijn praktijk. Dit is zijn eerste boek. En het gaat over een man die al 34 jaar bij de Mercedes-Benz fabrieken werkt. Op een dag in het chique Athlon Hotel in Berlijn naar binnen gaat. Naar de vierde verdieping. Daar een rijke industrieel omlegt. Zich meldt bij de receptie. Wordt gearresteerd en vervolgens zwijgt in alle talen over het motief waarom hij deze industrieel heeft vermoord. Het is een eigen roman-thriller, spanning, maar literatuur. Het is niet per definitie een thriller. Maar mensen die spannende boeken lezen vinden het prachtig, deze verhalen. Maar het is eigenlijk ook literatuur. Het roept meer vragen op dan dat het beantwoordt. Ja. Nou, het is beide en het is vooral... Iedereen ziet natuurlijk, het boek is niet zo heel erg dik. Nee, het is dun. Hij is vooral een man die de kunst van het weglaten beheerst. Hij schrijft geen letter te veel, maar ook niet te weinig. Je kunt hier een heel dik boek van maken, maar heeft ervoor gekozen om een aantal dingen niet te benoemen. En je mist ze niet. Ik heb een hele mooie zin gevonden die het een beetje illustreert. Eerst gaat het 2 pagina's lang over zijn beste vriendje. Ze zitten op een internaat in het verleden, als ze nog kind zijn. En die vriendje, Philippe, is net heel erg leuk beschreven. En dan ineens... de auto reed onder de oplegger door. De boomstammen rukten het dak eraf. Philip werd onthoofd. Zijn ouders bloedden dood op de weg. Nou, dat is in één keer... Je schrikt ervan. Je denkt, ik knipper met mijn ogen. Ik heb een filmscène gemist. Kunt u dit nog even terugspoelen, alstublieft? Zo snel schrijft hij. Dus hij heeft heel weinig woorden nodig. Wat jij zegt, de kunst van het weglaten. De kaalheid die hij dan heeft in dit boek... dat is natuurlijk nog veel sumierder in die verhalenbundels. Ik bedoel, hier staan 11 verhalen in. Eigenlijk heb je 11 thrillers voor de prijs van 1 boek. Is dit nu al, het is jullie boek van september. Is dit al een succes in jullie boekwinkel, dit boek? Wordt dit al heel goed verkocht? Nou, ik was nog een beetje aarzelend, hè. Want wij hebben natuurlijk afgesproken dat we dit helemaal niet van tevoren zouden bekendmaken. Dus ik ben er heel bescheiden in geweest. Maar nu wordt het natuurlijk ook in Nederland een uber bestseller. Nou, dat gaan we wachten. In Duitsland is hij gewoon groot. Ja. De Duitse maffiamaatje, deze man. Dat is de beste strafpleiter van Duitsland. Ja, maar hij is dus juist niet de Duitse moskowitz, bedoel je? Nee. Hij zit juist... En dit boek draagt hij ook op aan Britte Beuler. Dat is dan... Weet je, het is de andere kant van... Waar de Meinhof die kant op, ja. Want de Schirach-familie heeft natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk een heikelpunt in Duitsland. Hij is de kleinzoon van Baldur van Schirach. Kijk aan. Ja. We raken natuurlijk niet uitgepraat, maar dat is een ding wat zeker is. Ja. Laat dit was al zo moeilijk, deze 4 boeken. Voor het winnende boek is er uiteraard de eer het te zijn. En wie weet levert dat het een en ander op in de boekwinkel. Dat hopen we alleen maar. We dachten, we kunnen misschien iets meer. We kunnen animatoren, jonge mensen die animaties kunnen maken, vragen om dit boek in een kleine animatie te vervatten. Dat gaan we elke maand proberen. Het is nu gelukt met Aart de Minio. Aart, welkom. Hoi. Jij had de moeilijke opdracht, eerlijk is eerlijk, om zo'n boekje in een aantal seconden te vertekenen. Ja. Dat kan je overigens prachtig. Hoe heb je het aangepakt? Ik dacht, ik doe het vanuit de lezer. Dus het perspectief van het lezer, de lezerervaring... en eigenlijk vanuit iemand die waarvoor het boek eigenlijk te heftig is. Want het is een heftig boek? Het is een heftig boek, ja. Oké, we gaan kijken. Ja. Vanavond leest Margreet van Eikelhout voor ons De Zaak Collini van de Duitse Ferdinand von Schirach. Het boek gaat over een jonge Duitse advocaat die de verdediging moet voeren voor een moordenaar. Tijdens het lezen werd ik langzaam het verhaal ingezogen. En ik kan het nu nog steeds niet loslaten. Sindsdien heb ik last van angsten voor Duitsers. Goedendag. En advocaten. Morgen. Dus ik weet niet of ik het mijn vriendinnen aan zou raden. Ja, lol.